Wereldkampioen worden. Iets waar waarschijnlijk elke sporter van droomt. Om ooit een keer in zijn carrière wereldkampioen te worden. Ik heb het mee mogen maken en weet wat het is. Het is iets bijzonders, het is iets unieks. Iets waar je jaren naartoe werkt samen met je team, samen met mijn ponies. Iets waar je alles voor over hebt om uiteindelijk ooit een keer in je carrière te bereiken. Iets waar je 7 dagen in de week vol voor moet gaan. Waar je niks aan het toeval over moet laten. Waar je alles moet geven, elke dag in je training, om uiteindelijk ooit 1 keer wereldkampioen te worden. De afgelopen 2 jaar heb ik me proberen voor te bereiden op de wereldkampioenschappen die eraan zitten te komen. Eerste weekend van september in Oude-Brabant. Dat wat ik op wedstrijd doe, dat is voor iedereen wel bekend. Dat kan iedereen zien, dat kan iedereen volgen. Maar juist die laatste belangrijke weken in aanloop naar een wereldkampioenschap toe, dat weten de mensen niet. De mensen weten niet hoe wij ons voorbereiden, wat wij doen en hoe de dagelijkse ritueel eruit ziet. Wilt u dat wel volgen en wilt u dat wel zien? Volg mij dan de aankomende weken via horses.nl. Voorwaarts, stap.